Dus, vrienden. Ik stel u voor een van mijn zonen, Alexandre, mijn jongste. Hij komt mee voor uw activiteit. En ik heb gedacht om u een tracteur te leren. Oh. Ja, toch? Ja, zo, dat is toch wel avontuurlijk ergens op een bepaalde manier. En ik ben wel wat avontuurlijk aangelegd. Dus voilà. Ook. Wie heeft al een tracteur gereden? Nee. Ik heb nog geen rijbewijs, maar je hebt toch geen rijbewijs nodig voor een tractor. Ik ben boerin, dus dan kan je dat. Wie is de eerst? Leila? Ja, leuk. Hoeveel hooiballen mogen... Echt goed lachen ja. Ze van vandaag. Hoeveel hooiballen mogen we raken? Ballen? Tu es prêt, on y va? Oui, on y va. Vier zijn op je dochter, hè? Ze geeft de vitesse bij. Yes. Ik voel me wel zo'n coole boerin of zo. Met zo'n ingebeeld muziekje erbij en zo'n grasspriet. En zo lekker hard in de modder scheuren of zo. Superleuk! Yeah. Hard, hè? Voor de eerste keer met mijn zoon. Romantisch, hè? Ja! Pas op, hè? Een keer hier komen ja, is goed. Om je Frans te leren, mm-hmm. Tracteur te rijden en met mijn zonen te gaan. Trouwen, ja. 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 Ik denk niet dat ik met hem ga trouwen, nee. Maar ja, ik wil best wel een keer met een paard rijden of zo. Als eerste date dan. Ik ben al een soort van bezet. Dus.